probeer deze flesje te geven, maar ze is heel verkouden. Don't mind the hair. Het is zo'n dag, het is zo'n dag. Heb ik hier een workplanner? Nou, het moet toch wel goed gaan komen dan, hè, met dat plannen van mij. Oh, hoi. Vind je lekker? Ja. Goedemorgen en welkom weer bij deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag woensdag 20 april. En weer gastouderopvangdagje, zoals altijd op woensdag. Dus ik ga zo de kindjes ophalen. Even mijn ontbijt doen, die staan weer klaar. Shake en koffie. Dan zie ik jullie zo weer terug als ik met Rosa hier weer terug ben. Inmiddels koepwild. Even stofgezogen, of stofgezuigd. En Rosa op de grond. Vaatwasser even leeghalen en dan... Oh, volgens mij valt het internet weg. Oeh, dan moet ik even fixen voor Steven. Shit. Oké, waar ik vanmorgen nog zo vrolijk aan het praten was met Ronald over... Of gisteren, over dat ik tevreden was over Ziggo en zo. Is nu de laatste tijd dat het wel veel uitvalt. En nu Steven heeft examen. Tenminste, we hebben een bespreking over het examen van morgen. Dus ze hebben iets belangrijk dat het internet is. En er is een storing in de buurt, dus... Nou, we moeten even afwachten wanneer dat geregeld is. Ja, ik kan nog steeds de vaatwasser uithalen natuurlijk. En ja, een beetje opruimen. En Roos is heel erg verkouden. Even kijken wat wij kunnen doen nog. Kunnen wel spelen natuurlijk. Nou, probeer deze flesje te geven. Maar ze is heel verkouden, zoals jullie horen. En iedere keer, ik heb de neus al gespreid. Neus al met zo'n uitzuigdingetje een beetje leeggezogen. Maar heel veel zin in drinken heeft ze niet. Ze zit heel hard. Nu doet ze de mond open. Want ik zeg drinken. Ga je drinken? Maar heel hard haar neus blazen, zeg maar. De hele tijd. Heel het snot eruit en zo. Nee. Het is niet leuk vandaag. Hè? Nee. Niet zo'n leuke dag. Is dit. Ja. Heel het snot vegen, hè? Moeten we. Elke 10 seconden is er snot uit. Ja, snot vegen. Ja, dus we gaan weer even een flesje verder proberen. Oh, don't mind the hair. Het is zo'n dag, het is zo'n dag. Het is, ja, Roos is verkouden, dus dan haar in de wind, snot vegen. En ja, dat is eigenlijk waar de hele dag om draait. Maar ik heb dus een pakketje van de HEMA binnengekregen en dat wil ik heel graag met jullie delen. Ik probeer hem met één hand open te drukken, maar dat gaat niet. Kijk, ik probeerde dus hier die rand ondertussen open te maken. Nou ja, ik ga dat even doen en dan laat ik jullie de inhoud zien. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik hem zo moest openmaken, maar het is een beetje raar ingepakt. Volgens mij is dit de bodem, ik weet het niet. Maar het zag er als een deksel uit. Oh, ik heb, kijk, ik haal altijd de BH's bij... Bij de HEMA. En ze hadden de groene in de aanbieding. Ik denk, nou ja, weet je. Een keertje groen, eens een keer wat anders. Ja, verder. Ja, leuke notitieboekjes. Die had ik wel nodig voor al mijn ideeën op te schrijven. Een bureauplanner. Kijk. Om een beetje mijn planning op orde te houden. Perforator. Die van mij kan ik nergens meer terugvinden. Is ergens in een doos meegegaan naar de kringloop, denk ik. Stickers voor op het vleeswaren te doen. Of in de koelkast dingen. Ja, nu we met minder personen in huis zijn. Merk ik dat vleeswaren soms wat lang blijft liggen. Dus ik wil de stickers op gaan plakken. Met wanneer iets open is gemaakt. Dan heb ik hier een workplanner. Ja, het moet toch wel goed gaan komen dan, hè, met dat plannen van mij. Kijk, want jullie horen dus Rosa op de achtergrond snotteren. Dus ik moet opschieten. Ja, dit ziet er dan zo uit. De workplanner. Dan heb ik hier nog wat van die topjes voor mijn nichtje. Oh, ik dacht dat dit een wat grotere beker was. Ik dacht voor Fleur, wel leuk. Het is een rietjesbeker. Weer is wat anders. We hadden nog niet genoeg rietjesbekers. Stiften voor Fleur en Tim. En ook een ordner. Die had ik nodig. En misschien heb ik ook nog boeken.
tabs gekocht. Sorry Daan, ik weet dat ik ze van jou altijd kan krijgen, maar ik wilde er ook wat op voorraad hebben. Gewoon, you know. Dus ja, ik ga dit even een plekje geven. Dame, ben je er klaar voor? We hebben haren gekamd, hè? Jouw haar was net zo wild als dat van Janneke. Gaan we naar school? Gaan we Fleur en Tim halen? Jawel. We gaan naar school. Ja. Ja, je neus zit verstopt de hele tijd, hè? Even laten horen. Ja, ja. Nou heb ik maar even een goede doek omgebonden. Kwijlensnot. Ja. Kijk, er komt al een druppel. Woep. Fleur is er. Ze eet chips. Tim is er. Heeft ze chips al op? Ze aan het drinken. Fleur eet nog steeds chips. En we kijken. Iets met honden of zo. Ja. Even chips eten. Ja. Ja, het is echt bad hair day vandaag of zo. Maar ik zal jullie even laten zien hoe ik dat dan doe. Want ik liet vorige week zien hoe ik dat met macaroni prutje, zeg maar, halverwege de saus bijvoorbeeld de helft invries. En dan, nou ja, pasta of zo erbij maak voor de volgende keer. En dat heb ik dus ook met nasi gedaan. Kijk. Hou ik hier van de kant. Ik heb dus hier een bak met nasi opgeschreven. En dat heeft, dat is nu ontdooid. En het is dus een nasi prutje geworden. Dan ga ik dan hier opbakken, rijst koken. Hier de rijst. En dan mix ik dat. En dan hebben we weer nasi. Ja, super handig zo. Oh, inmiddels is Fleur in de hangmat vertrokken. Ik moest er even filmen, zei ze. Oh, ze komt er half uit. Ik dacht, waar blijft ze toch? Nou, hier. Ik moest even de camera pakken. Fleur zit helemaal hier in de hangmat. Helemaal in een kokonnetje. Zo, doei Fleur. Oh, hoi. Lig je lekker? Ja. Lekker chillen. En ik zal even laten zien hoe de zaadjes gegroeid zijn. Dat is nu precies een week geleden. En eigenlijk gaan ze hartstikke goed. We zijn trots op onszelf. Dus ik zal dat even laten zien. Kijk. Het is gewoon allemaal groen. Even kijken hoor. Volgens mij hebben ze bij de Hema Turbo zaadjes of zo openmaken. Kijk. En geen idee wat wat is nog, maar dan moet ik met de briefjes bekijken. Deze zijn van de Albert Heijn, dat zijn die bloemetjes. En wat? Het gaat echt goed in zo'n bakje dus. Oh, by the way, we zijn aan het eten. Nasi. Fleur wilde nog graag andijvie-stamppot van gisteren, die mocht ze opeten. Roos heeft al gegeten. Nichtje komt eraan. Tim die zit al te eten, die vindt nasi heel erg lekker. Die heeft volgens mij zijn bord al helemaal leeg, dan likt het nog net niet af. Lekker, Tim? Zijn favoriet. Poetje en Dori Deusie. Weer geen einde aan deze vlog. Oh, iedere keer met editen kom ik er dan achter. Hè. Maar ik dank jullie wel weer voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop. Om geen enkele video meer te missen. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks. En kijk je dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doeg!